Een gezellige drukte bij de tennisclub Schiebroek voor de eerste editie van het Raymond Sluiter Open. En hoewel dat suggereert dat er in Schiebroek een tennistoernooi in naam van de Rotterdamse oud-prof wordt gehouden, gaat het vooral om clinics voor kinderen. Nu zijn we aan het smashen op Raymond Sluiter. Op zijn? Kont. Die blauwe plekken op de kont van die laatste oefening. Ja. Gelukkig spelen die kids allemaal nog met iets zachtere ballen. Dus die komen iets minder hard door. Maar ja, je moet het toch een beetje leuk maken. En ik weet dat ik mikken vroeger nogal leuk vond. En er is tegenwoordig een stuk meer bij mij om op te mikken. Dus dat is alleen maar goed voor die kids. Het Raymond Sluiter Open is niet het enige event dat hangt aan de naam van een Rotterdam sporticoon. Koen Molijn, Deborah Gravenstein en Stefan de Vrij, zij gingen Raymond Sluiter al voor. Het is wel een hele grote eer, maar zeker ook gekoppeld aan Rotterdamse sporticoon. Dat is nog altijd beter dan de Raymond Sluiter Memorial. Ja, inderdaad. Of de Raymond Sluiter, de Shoulders Commercial. Maar het is superleuk, weet je wel. En we zijn lekker bezig en dit... dit is hoe ik vroeger begonnen ben, door gewoon lol te hebben op de tennisbaan. En leuk dat dan Rotterdamse sporters meer geëerd worden met een toernooi of een dag in hun naam. Maar het gaat om de kids, dat zij aan de slag gaan. En vandaag is dat dan tennis. Maar als ze morgen zeggen van ik vond er echt geen reet aan bij die vent met dat petje achter tevoren en ze gaan lekker voetballen, dan hebben ze net zo'n grote zegen van mij. De bedoeling is dat er volgend jaar weer een nieuwe lichting kinderen een training krijgen van Sluiter.